John Leerdam, het ex-Kamerlid van de Partij van de Arbeid, is helaas slachtoffer geworden van de in en in populistische en onfatsoenlijke VARA. En dat is hier in Politiek Den Haag een zeer ernstige kwestie. Vindt u niet dat onfatsoenlijke journalisten als die van de VARA geweerd moeten worden van het Binnenhof? Ik heb altijd gezegd, er is hier vrijheid van meningsuiting. Ja, dat is misschien maar beter. Ja, want persvrijheid is leuk, maar de VARA, die moet ergens een grens trekken. Ik zit dan wel zo te kijken naar wat die VARA-verslaggever doet met zo'n bananensplitgrapje. Ik denk dan wel, we zijn hier toch met serieuze zaken bezig. Is dit dan de manier van journalistiek die we hier moeten bedrijven, vindt u? En dat, die vraag uit uw mond? Uit uw mond? Nou, we zijn er nog niet door de wonderen van de wereld heen. Het is mijn eigen nachtmerrie, zeg maar. En zeker met jou met al die vragen. Dan denk ik van, nou, waar komt hij nou weer mee? Maar u blijft altijd recht overeind, en u doet dat toch tot dag nog heel goed? Nou ja, er zijn ook wel po-nieuws-items die wel goed bekeken zijn op internet met oude uitzendingen waar het iets minder ging. Dat was niet slim van John Leerdam. Je moet wel schakelen. Net zoals dat als jij de ene keer kom je met een serieuze vraag en de andere keer vraag je of ik het met Jeroen Pauw gedaan heb. Ja, dan moet je beide gewoon geschikte antwoorden opgeven. Ik hou er nu ook rekening mee dat dat verzonnen berichten kunnen zijn. Maar vindt u dat dan ook tot uw taak behoren? Het is mijn taak om de journalisten te woord te staan en dat doe ik ook, Rutger. Ik maak er een beetje een grapje over, maar wat de verslaggever van de VARA hier wel gewoon doet, is de mens achter John Leerdam laten zien. Die prikt er wel doorheen. Nou weet je, als je als politicus wat wordt gevraagd over een politiek onderwerp en je hebt er geen verstand van, dan moet je dat gewoon zeggen. Of je moet proberen een beetje zo te drijven, ga maar naar de woordvoerder, ik weet dat niet precies. Ik heb absoluut in de gesprekjes die wij gehad hebben nooit enige aanleiding gezien om hier weg te gaan, Rutger. En ik denk heel goed dat dat in de toekomst niet zal gebeuren. Kijk, zo horen we het graag. Als ik elke uitglijder bij Po-nieuws zou ik op zou moeten stappen, dan moet ik wel 3 keer opstappen in de week. Maar per dag. Ja. Ja, dit was het weer. Tot ziens, hè. Goedenavond.